Jos, je bent medeoprichter van Pesca, een visrestaurant in Amsterdam. Maar we zitten hier in een hete luchtballon over de Drentse weilanden. Wat doen we hier? Ja, je zou bijna denken dat we hier met vliegende vissen bezig zijn inderdaad. Maar nee, dit is de start zijn eigenlijk van onze nieuwe crowdfundingcampagne. 2 jaar bestaan van Pesca. En we gaan groeien. Dus we gaan de hoogte in, letterlijk. En vandaar deze culinaire luchtballon waar we vandaag ons bevinden. Kan je voor de mensen die Pesca niet kennen even heel kort uitleggen wat het concept is wat jullie hebben? Ja, zeker. Pesca op de Roosgracht in Amsterdam staat nu 2 jaar. Is een hele grote vismarkt. Werkt dus wat anders dan een normaal restaurant met een menukaart, witte tafellakens. Dat hebben we dus allemaal niet. Heel informeel. Je kiest zelf je vis uit, zelf je wijnen uit en je haalt het vervolgens op bij de afslag, bij de visafslag. En de prijzen zijn dynamic. Dus ja. Je kan 's avonds betaal je minder dan als je wat eerder op de avond komt. Ja. Klopt. Wij vinden dat letterlijk als op een vismarkt je af en toe moet onderhandelen over de prijzen. Maar dat betekent ook dat je aan het einde van de avond de vis goedkoop kan krijgen. En dat zorgt ervoor dat de grootste kostenpost in horeca die we hebben, je voetinslag, eigenlijk een stuk lager is. Dus we hebben bijna geen waste. Dat is natuurlijk super interessant, ook voor de gast. Want die betaalt dus aan het einde van de avond minder voor zijn vis. Voor degenen die het niet gehoord hebben door de ballon. Heel kort, dynamic pricing. Hoe en wat? Dat betekent dat je dus gedurende de avond de prijzen op onze vismarkt aan het dalen zijn. De grootste kostenpost in de horeca is de voetinslag. En dat betekent dat wij daar mee kunnen spelen. Zorgt voor spreiding, zorgt voor lagere prijzen voor de gast, maar ook minder food waste. En dat is natuurlijk iets wat heel erg belangrijk is als we kijken naar product vis. Je hebt nu 1 restaurant, maar de ambitie is veel groter. Wat is die ambitie? Nou, dat is eigenlijk waarom we ook in deze ballon zitten. De groei, de hoogte die we in willen. Hoeveel restaurants wil je openen? Nou, waar? Ik heb altijd gekscherig gezegd. Ik wil dat iedereen ter wereld in zijn eigen stad een Pesca heeft. Dat is wel de ambitie die we hebben. Die is heel groot, heel hoog. Maar dat is wel de groei die willen we faciliteren. Wat is de eerste stap die je gaat nemen? We zijn nu heel erg druk bezig om een showcase te bouwen. Dus we hebben op de Roosgracht onze testcase de Pesca. We willen een showcase bouwen in Amsterdam. En eigenlijk de basis leggen voor de groei Europees. De eerste stap daarin wordt Berlijn. Omdat wij zien dat er in Duitsland heel veel kansen liggen. Net zoals Nederland. Een beetje onontwikkeld in vis. Maar ook schaalbaarheid. En dat is eigenlijk waarom we deze grote crowdfunding campagne nu aan het lanceren zijn. Volgende week 17 mei in het Vondelpark. 10.000 oesters die we gaan uitdelen. En we hopen dat er heel veel mensen zien wat wij willen bereiken. Vis weer toegankelijk willen maken. En we hopen dat iedereen daarin meedoet. Dankjewel. Alsjeblieft.